Petrus, niet voor engeltjes. Trainer Frankie Durie, het is de eerste keer dat je play-off 2 speelt. We zijn halverwege. Hoe bevalt het tot nog toe? Goed en niet goed. Het is een beetje een competitie in de schaduw. Als je het vergelijkt met de play-offs 1, dan krijgen play-offs 1 terecht alle actualiteit. Naar televisie, naar publiek, naar supporters, naar beleving. Play-offs 2 heeft dat niet. En het voordeel misschien is van play-offs 2, als je de 14e of de 13e eindigt, kun je nog Europees spelen. Het nadeel is ook dat je niet veel meer kunt corrigeren. Eén keer dat je de 13e speelt, daar haalt je je tv-rechten uit. En dat is soms ook het verschil met bijvoorbeeld in een normale competitie. Ik herinner dat we ooit met Zulte Waregem op de 10e of de 9e plaats stonden, dat we onze laatste match wonnen. En dat we nog 2-3 plaatsen omhoog gingen en dat we eindigen op de 7e plaats. En dat we doen een hele flinke stuiver meer hadden verdiend in die laatste match. Nu kan dat niet meer. Nu kun je eigenlijk nog hooguit gaan voor een Europees ticket. En als je dat niet haalt, ja, dan is dat eigenlijk een beetje een verloren competitie geweest. Terug naar deze play-off 2. Zulte Waregem heeft een sterke 2-0 winst op zak. En moet nu naar Beerschot, een ploeg met een sterke thuisreputatie. De inzet is eigenlijk vrij simpel. Zij hebben een ongelooflijk sterke thuisreputatie en wij hebben een sterke thuisreputatie en een slechte uitreputatie. Goed, als we in de competitie willen blijven, moeten we er iets aan doen morgenavond. Moet Zulte Waregem winnen? We hebben verloren thuis tegen Mons en dat is een beetje diep, omdat ik vind dat er daar toen in die match te veel komedie gespeeld is en dat wij nog niet sterk genoeg zijn om met 10 man al te winnen. En ik denk als we met 11 blijven, dat we die wedstrijd zeker niet verliezen. Dat is, want we hadden op dat moment 40e minuut, 38e minuut, alles onder controle. Daarom denk ik dat we verloren hebben tegen Mons, dat wij inderdaad nu moeten winnen op CBA, op Beerschot, om onze kansen te houden. Heeft Frankie Durie iets speciaals in petto om op Beerschot te winnen? Nee, want ik ga altijd van standpunt uit, als een coach verrast, dan verrast hij dikwijls ook zijn eigen. Nee, de spelers weten, het zit vooral goed in de groep. We hebben een goede match gespeeld. We hebben een pak goede match gespeeld thuis, sedert begin 2012. We trekken ons daar enorm aan op. En we hopen dat we volgend jaar eindelijk die lijn kunnen doortrekken. Alleen moeten we snel af van dat mindere uit reputatie die niet goed is. We hebben geen enkele match gewonnen. En ik vind ook dat we bijvoorbeeld op Lierse Cercle Brugge dat we daar eigenlijk niet goed gespeeld hebben. Ik bedoel, we waren niet zoveel slechter dan die ploegen, maar we speelden niet met hetzelfde engagement. En dat moet er snel uit, want als we dat niet kunnen doorbreken, dan moeten we daar snel volgend jaar toe een oplossing op vinden, want dit is een slecht verhaal aan het worden. Zulte Waregem speelde goed tegen Beerschot, dat is daarnet al gezegd. Maar nog iets opvallend. Enkele jeugdspelers en jeugdige spelers kregen hun kansen. We hebben dat ook gezegd. Ik heb gezegd, voor de play-offs wil ik iedereen meenemen in het verhaal van de play-offs. Ik wil echt voor gaan. We gaan alles doen wat we kunnen om die goed af te sluiten. Maar het was heel belangrijk dat we dat konden doen met het totale team. En ik heb toen ook duidelijk geformuleerd naar de groep toe. Deze match en deze competitie zal ik te baat nemen om... de jongens dat ik minder goed ken, want in januari, februari zat onze focus echt op de redding, zal ik te baat nemen om ze te laten spelen en om ze te leren kennen. En ik heb heel veel positieve dingen gezien zaterdag laatstleden.